IJsselmeervogels in het vertrouwde rood en wit en AFC in het blauw, allebei in zwaar weer. AFC verloren 4 keer op rij. IJsselmeervogels won 4 keer op rij niet en verloor vorige week met 5-1 van de treffers. Maar begint goed aan de wedstrijd tegen AFC, waarin spits Barry Powell met een blessure ontbreekt. Maar waarin deze Ali Akla terug is na een meniscusblessure. Akla met de voorzet. En daar is Jurgen Grot met de kans voor IJsselmeervogels. Maar het blijft ook na 20 minuten voetballen 0-0. Op een zonnige Westmaat. Veel toeschouwers hopen op de ommekeer bij IJsselmeervogels. En ook Usturk slaagt er niet in die ommekeer te bewerkstelligen. Pot weer red. 0-0 is de ruststand. Dan is er bij AFC gewisseld. Patrick Sonneveld is de nieuwe keeper. Hij is eigenlijk de eerste keeper, maar was lang geblesseerd. En dit is Koen Bosma. Dit is Koen Bosma. En dit is een geweldige goal, zeg. Wat een doelpunt. Was hij al op de andere helft? Ja, net. 2 meter. En hij ziet Jamie Schaap ver van zijn doel staan. En dan is het 1-0 voor AFC. En Tom de Chatelier, wiens hoofd deze week op een hakblok lag, kan weer even doorademen. Bosma. Opnieuw hij. IJsselmeervogels verdedigt uit, maar komt er niet uit. En dus AFC weer gevaarlijk. Derek Kwee met omhaal. Maar die gaat over. En zo blijft het 1-0 voor AFC. Dat wint weer eens een keer. Maar Tom de Chatelier heeft ondanks die zege een opvallende mededeling.